Goedemorgen. Wat fijn dat jullie er weer bij zijn vanochtend bij deze dienst. Vandaag is het 1 jaar, 12 maanden, 52 zondagen precies, dat we niet meer bij elkaar zijn als gemeente. Dat is het jubileum vandaag. Maar niet iets waar we blij mee zijn, maar wel de realiteit. Maar het mooie is dat er perspectief is. Ik weet niet of u het bericht gelezen heeft in de weekbrief, dat we verwachten, zoals de dingen nu zijn, dat we wellicht in juli, de 7e maand, weer gewoon bij elkaar kunnen komen. Dat hier al die stoelen, die u niet ziet, maar wij wel, die nu allemaal leeg zijn, waar hier en daar een slordige jas ligt, dat het gewoon weer vol is en dat kinderen hier ronddartelen. En als het allemaal mee zit, zullen we in mei en juni stap voor stap de dingen weer kunnen verruimen. Hoe heerlijk zal dat zijn? We hadden vanochtend een tafelgesprek over, van hoe zal het leven weer zijn na corona? Hoe heerlijk zal het weer zijn om weer even een terrasje te pakken en een biertje te drinken met een goede bekende? Hoe heerlijk zal het weer zijn om uit eten te kunnen gaan of op vakantie te kunnen gaan? Maar ook zorg, van zullen we zien dat de hele maatschappij als een gekke, als een dolle gaat inhalen, massaal geld uit gaat geven en helemaal ondergaat in consumptie. En dan denk ik als christenen, laten we er nu al over nadenken hoe wij straks daarin zullen staan. Ja, genieten van de dingen die we kunnen. Maar hoe gaan wij bewust om met de aarde, met elkaar, met de contacten, met de relaties, met de dienst aan God? Gaan we mee met de gekte om straks helemaal los te gaan? Of laten we een ander geluid horen in deze wereld? We gaan vanochtend luisteren naar een aantal heerlijke liederen die deze prachtige band hier naast me zal spelen voor ons en zingen. Simeon Visser zal vanochtend het sluitstuk brengen in de themaserie. Hij zal dat zo meteen zelf ook toelichten. Aan het eind van de dienst zijn er een aantal mededelingen, ook belangrijke dingen. Dus schakel niet te snel uit. Zullen we met elkaar deze dienst opdragen aan onze God en Vader? Dank Vader dat we met elkaar vanochtend ook mogen gaan horen uit uw woord. Dat we mogen zingen of mogen luisteren naar het zingen tot eer van uw naam. Heer, wij hebben het nodig om uw naam te loven en te prijzen. En u bent boven alles verheven. Wij prijzen u dat u verlossing heeft gegeven wanneer we geloven in u. Dat u ons getrokken heeft uit de duisternis en gebracht heeft in uw wonderbaar licht. En wij danken u dat u ons van uw geest gegeven heeft om ons te vervullen, om ons vol te maken, om de vrucht te geven in ons leven, zodat we een helder licht mogen zijn in deze wereld. Vaak gebrekkig, maar dat licht van u dat mag door ons heen schijnen, op onverwachte momenten en aan mensen in onverwachte ontmoetingen. Versterk ons ook vanochtend, moedig ons aan, help ons om vol te houden als het allemaal nog even duurt. Help ons om oog op elkaar te houden. En mensen die misschien wat minder in onze directe omgeving zitten, om ook oog voor hen te hebben. Dit leggen we alles zo aan uw voeten neer in de naam van Jezus. Amen. Ik zal de tekst alvast lezen, een van de teksten waar het straks over gaat. Wanneer we het gaan hebben over de geest die vrucht geeft. En misschien dat sommigen van jullie al denken aan de tekst van Paulus uit Galaten 5. Want dat is de tekst die ik graag wil lezen. En in 22e vers, daar staat het volgende. De vrucht van de geest is echter, en dan volgen de 9 dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Goedemorgen. Iedere keer als ik dat vers zie, dan denk ik, oh, wat heb ik nog een hoop, wat heeft de Heer nog een hoop werk aan mij. Maar goed, sprong gelijk weer. We gaan hier nou hem aanbidden en ik hoop dat u van thuis met heel uw hart mee wil en kan zingen. Als wij samen u aanbidden, Immanuel, want God die is met ons. Thank you.
bent welkom in ons midden. Wij eren u alleen. Ons hart staat voor u open. Hier nemen we ere plaats. We heffen onze handen naar u op. Zie hoe als wij voor hem zingen, de hemel open gaat. En als frisse morgenregen zijn liefde mensen raakt. Want u alleen bent waardig, dat Zion u aan. Juist in dit soort gekke tijden, we zeggen, proberen het zo min mogelijk tegen elkaar te zeggen, dat we het allemaal zo missen. Maar dat je zo alleen bent, dat je de arm van een vriendin even om je heen wil hebben, of van je familie. En dan vind ik dit ook zo'n heel mooi nummer van hier, ik verlang zo naar meer van u. Hier, want de kans is groot om ontmoedigd te raken. Maar begin bij hem. Bemoedig elkaar, daar word je ook alweer wat blijer van, heb ik gemerkt. Hier, ik verlang zo naar meer van u. Leven in uw hand.
verstand en laat uw vrede heersen in mijn hart. Heilige Geest, u mijn trooster. Test. Doet hij het? Goedemorgen. Vandaag zal ik spreken onder het voorbehoud van Jan. Jullie kennen misschien wel het voorbehoud van Jacobus. Zo noemt men het als men zegt, Deo volente. Alleen als God het wil, zullen we dan en dan trouwen, bijvoorbeeld. Nou, het voorbehoud van Jan, wat ik wil introduceren, dat heeft hij aan het begin van zijn laatste preek gezegd. Namelijk, alleen als je van vermaning houdt, moet je naar deze preek luisteren. Dus ik geef jullie nu even de tijd om hem uit te zetten als je niet van vermaning houdt. Even kijken of jullie nog zijn. Jullie zijn er nog. Super. Nou, op zich valt het wel mee hoor, die vermaning. Maar het is wel goed en dat wil ik jullie ook vragen. Om een beetje kritisch naar jezelf te kijken terwijl je naar deze preek luistert. Dan zul je er het meeste uithalen. Vandaag gaan we de prekenserie Discipelschap, Jij en de Ander gaan we afronden. Deze prekenserie die is geïnspireerd geweest door de visie van onze gemeente, namelijk Belong, Believe, Behave. De eerste drie preken waren geïnspireerd door Belong. Iedereen mag er in onze kerk bij horen. Maar we zijn er heel eerlijk over. Ons doel is dat als je er dan bij gaat horen, dat je uiteindelijk ook gaat geloven. En daar zijn de volgende drie preken door geïnspireerd. Believe.
En de laatste drie preken die zijn geïnspireerd doordat als je dan eenmaal gelooft, als je dan eenmaal weet dat God bestaat en dat hij al onze eer waard is, dat je het ook wil uitleven, behave. En dit laatste deel van de visie van onze gemeente, behave, hebben we besproken aan de hand van de Heilige Geest. Jan Smits, ook wel bekend van het voorbehoud van Jan, die heeft eerst gesproken over de verbondenheid die de Heilige Geest geeft. Hoe wij samen het lichaam van Christus zijn. Daarna heeft Joost gesproken over de leiding die de Heilige Geest geeft. Als je die preek nog niet gezien hebt, zeker even terugkijken. Ik heb hem al naar meerdere mensen doorgestuurd. Echt een aanrader. En vandaag mag ik het dan hebben, mag ik de reeks afsluiten met het thema de Geest die vruchten geeft. En als we het gaan hebben over de Heilige Geest die vrucht geeft, de vrucht van de Heilige Geest, dan is er eigenlijk maar één vraagstuk dat we kunnen behandelen. En dat is dit. Hoe word je vervuld van de Heilige Geest? Want ik kan wel vol enthousiasme gaan vertellen over de blijdschap die de Heilige Geest kan geven. Of de vrede, of de liefde voor de mensen om je heen. Maar als je niet gevuld bent met de Heilige Geest, dan zul je die vrucht ook niet zien. Dus een preek over de vrucht van de Geest is in feite een preek over vervulling van de Heilige Geest. En dan volgt de vrucht vanzelf. Nu kan ik me voorstellen dat sommigen van jullie nu denken, hè, maar de Heilige Geest heb ik toch al lang ontvangen, waarom zou ik daar opnieuw een preek over luisteren? De Heilige Geest heb ik toch gekregen op het moment dat ik tot geloof kwam? En dat klopt. Er zijn verschillende Bijbelteksten waar je dat op kunt baseren. Maar als je bijvoorbeeld 1 Korinthe 12 vers 13 neemt, daar staat dat de Geest ons gedoopt heeft tot één lichaam. Het lichaam van Christus, waar Jan over sprak. Maar dat betekent niet per se dat je sindsdien helemaal vol van de Heilige Geest bent geweest. De Heilige Geest die is actief betrokken geweest bij jouw bekeringsproces. Als het goed is, is de Heilige Geest vervolgens nooit helemaal van je weggegaan. Maar dat wil niet zeggen dat je nu nog steeds helemaal vol van de Heilige Geest bent. In 1 Thessalonicense 5 zegt Paulus namelijk ook dat we de Geest niet moeten uitblussen. Kennelijk kun je de Geest dus uitblussen. En waarschijnlijk herken je dat ook wel van je eigen leven. Dat je het ene moment heel geestelijk bent, helemaal vol van God. Maar het andere moment volg je je zondige natuur. Het andere moment bega je die zonde die je al zo vaak begaan hebt. Op dat moment staat de Heilige Geest niet aan het roer in jouw leven. Paulus die beschrijft die inwendige strijd tussen de geest enerzijds en het vlees anderzijds, beschrijft hij in Romeinen 7 en 8. En in Romeinen 7 vers 19 zegt hij dan, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het is dus niet zo gek dat jij vanaf je bekering niet elke dag helemaal vol van Gods geest bent geweest. Zelfs Paulus ervoer die strijd. Maar het is wel een strijd die je moet voeren. En het is ook een strijd die je moet winnen, samen met de geest van God. Lees maar in Romeinen 7 en 8 over het belang van die strijd. Tot zover mijn hartstochtelijke intro op deze preek. Maak je geen zorgen, ik zit al op een kwart. In Efeze 5 vers 18 geeft God de opdracht, wordt vervuld van de Heilige Geest. En in deze preek wil ik uitleggen hoe je dat kunt doen. Hoe je die opdracht kunt uitvoeren. En dat zal ik in drie stappen doen, zodat iedereen het kan volgen. De eerste stap is deze. Erken dat de Heilige Geest God is. Erken de goddelijkheid van de Heilige Geest. Reuben Torrey, de 19e eeuwse predikant, die schreef al dat we de Heilige Geest vaak vergeten, veronachtzamen. Hij schreef zoiets als, we knielen neer voor God de Vader en we bidden, dank u Vader voor uw grote liefde die u ertoe geleid heeft, dat uw enige geboren zoon voor mij gegeven heeft. En ook knielen we vaak voor de Heer Jezus en bidden we, dank u Heer, mijn redder, voor uw grote liefde die u ertoe geleid heeft, dat u uw heerlijkheid heeft afgelegd en voor mij de weg bent gegaan. Maar hoe vaak knielen we neer voor de Heilige Geest
En bidden we, dank u Heilige Geest voor uw grote liefde die u ertoe geleid heeft dat u mij in deze zondige wereld, in mijn geruïneerde toestand, bent komen opzoeken om mij te openbaren dat ik Jezus als mijn redder nodig heb. Dank u voor uw grote liefde die ertoe geleid heeft dat u mij als uw tempel heeft uitgekozen. Toch is het net zo goed de liefde van de Heilige Geest als de liefde van de Vader, als de liefde van de Zoon waar we onze redding aan te danken hebben. Ik heb het citaat iets aangepast, met name iets vereenvoudigd. De waarheid is, we veronachtzamen de Heilige Geest. Waar de Joden zoveel respect voor God hebben, dat ze zijn naam niet eens uitspreken, de naam van Hij die spreekt en het is er, en die gebiedt en het staat er, daar zijn wij onachtzaam tegenover de Heilige Geest van God zelf, die Hij over ons uitgestort heeft. Oké, we hebben het best wel eens over de Heilige Geest, zeker in deze dienst, al is dat van tevoren een beetje gepland. Nee, zeker in deze gemeente hebben we het heel veel over de Heilige Geest. En er zijn hier ook echt mannen en vrouwen die vervuld zijn van de Heilige Geest. Maar als ik het nou specifiek over jou heb, hoe zit het bij jou? Ben jij helemaal vol van de Heilige Geest? Besef jij dat de Heilige Geest net zo goed God is als God de Vader en God de Zoon? En dat bedoel ik niet met je verstand. Ik denk dat de meeste mensen die dit kijken wel met hun verstand belijden dat de Heilige Geest onderdeel van de drie-eenheid is. Maar voelt het ook zo voor je? Francis Chan die schreef een boek over de Heilige Geest en hij gaf het de droevige titel The Forgotten God. De vergeten God. Spreekt die titel jou aan als ik het dan specifiek over jou heb? Mij spreekt die titel wel aan. Of herken jij je meer in koning David die nadat hij gezondigd had, smeekte tot God, neem niet uw Heilige Geest van mij weg. Ik heb een goede proef voor je. Geïnspireerd door het boek van Francis Chan. Een goede test om te kijken of jij de Heilige Geest op waarde schat. Gaat als volgt. Stel je eens voor dat je een dag met de Heere Jezus zou mogen optrekken. Stel het je eens voor dat de Heere Jezus 's ochtends bij jou voor de deur aanbelt en zegt, vandaag loop je met mij mee. Ik ga je onderwijs geven, je mag al je vragen stellen. Zou je daar enthousiast van worden? En hier komt de test. Word je net zo enthousiast van een dag met de Heilige Geest optrekken? Als je veel enthousiaster wordt van een dag met de Heere Jezus, dan is er een kans dat je de Heer Jezus toch veel meer waardeert dan de Heilige Geest. Begrijp me niet verkeerd, die twee die strijden niet met elkaar, ze zijn niet jaloers op elkaar of zo, ze zijn in wezen één. Maar het kan een signaal zijn dat je de Heilige Geest onderwaardeert. En als ik heel eerlijk ben, zou ik zelf ook enthousiaster worden over een dag met de Heer Jezus. Maar dat is voor mij juist een teken waaraan ik merk dat ik zelf de Heilige Geest ook nog steeds onderwaardeer. Want de Heilige Geest is de Heilige Geest van de Allerhoogste God. Als ik de grootste understatement van de geschiedenis mag maken, is de Heilige Geest niet een speeltje dat je bij je Happy Meal krijgt. Zo van laten we voor vervulling bidden en dan krijg je gaven en vruchten. Nee, de Heilige Geest is de Geest van God zelf. Dat te erkennen is de eerste stap, mijns inziens, van vervuld worden van de Heilige Geest. Dan de tweede stap, en daar kan ik wat korter over zijn. De tweede stap is namelijk het makkelijkste deel. De tweede stap is, bid dat je de Heilige Geest mag ontvangen. Vraag God erom. En als je niet weet hoe je moet bidden, bidden is eigenlijk een heel eenvoudig principe. Waar je ook bent, God hoort je, want God is overal. En bidden is een vraag stellen aan God. Bidden betekent eigenlijk vragen. Dus waar je ook bent, dat je gewoon aan God vraagt, wilt u mij uw Heilige Geest geven? Dan ben je al aan het bidden. Sterker nog, God is zelfs de enige die je gedachten kan lezen. Dus zelfs als je het in je gedachten vraagt, ben je al aan het bidden. Voor degenen die niet weten wat bidden is.
De tweede stap is dus bid ervoor. Nodig de Heilige Geest uit in je leven. Ik maakte net de vergelijking tussen een dag met de Heer Jezus meelopen of een dag met de Heilige Geest optrekken. En één punt dat ik daarmee wilde maken is hoe ontzettend gaaf het wel niet is dat we met de Heilige Geest mogen optrekken. En toch is dat gewoon mogelijk. Het is te bizar voor woorden. Voor iedereen. Je hoeft niet rijk te zijn. Je hoeft geen supermens te zijn. Je hoeft zelfs nog nooit van je leven in een kerk te zijn geweest. Het enige wat je hoeft te doen staat in de Bijbel, in Lucas 11. Laten we het lezen. Het is bekend gedeeld voor mensen die al langer christen zijn. Maar ik wil het toch lezen voor degenen die het nog niet kennen, de pasbekeerden onder ons. Want het is goed om je ideeën te baseren op de Bijbel, niet op mijn woorden. Of van wie dan ook. Lucas 11, vers 5 tot 13. En hij, dat is Jezus, zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem een slang geven? Of ook als hij hem om een ei vraagt, een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Ook jij kunt de Heilige Geest ontvangen. Hier staat wat je moet doen. Bid erom. Dat is de makkelijkste stap, de tweede stap. Bid tot God de Vader of hij jou de Heilige Geest wil geven. Maar we willen niet alleen de Heilige Geest ontvangen. We willen ook dat de Heilige Geest in ons blijft. En dat hij ons zelfs helemaal vervult, dat we vrucht gaan dragen. Daarmee komen we bij de derde stap. En dat is de moeilijkste stap. Tenminste, moeilijk is misschien niet het juiste woord. Het is meer dat we vaak niet bereid zijn om het te doen. De derde stap is overgave. Je hebt de Heilige Geest uitgenodigd in je leven, maar vervolgens moet je hem ook de ruimte geven om in jouw leven te handelen. Als je nou eens je wil, dus datgene in je waar je al je keuzes maakt, je beslissingen, als je je wil nou eens voorstelt als een troon, dan moet je zelf van die troon afstappen en de Heilige Geest vragen om plaats te nemen op die troon. Vraag de Heilige Geest om voortaan achter jouw keuzes te staan, jouw prioriteiten te bepalen, jouw perspectief te bepalen. Dat is de derde stap. En het eerste wat de Heilige Geest dan gaat doen, en dit is het gedeelte waar mensen vaak niet aan mee willen werken, is afrekenen met zonde in je leven. De Heilige Geest van de Allerhoogste God heeft jou uitgekozen om zijn tempel te worden, maar hij wil wel in een schone tempel wonen. Als er zonde is in jouw leven, dan is het eerste wat de Heilige Geest gaat doen, daarmee afrekenen. En dat doet hij heel radicaal. Daarmee bedoel ik niet dat je extreme opvattingen moet gaan krijgen of zo. Nee, radicaal betekent letterlijk tot de wortel toe. Als er zonde is in jouw leven, wil de Heilige Geest dat eruit trekken met wortel en al. Hij neemt er geen genoegen mee als je beleidt dat je iets gestolen hebt, maar je doet vervolgens niets aan het onderliggende probleem van hebzucht of jaloezie. Hij neemt er geen genoegen mee als je spijt hebt dat je porno hebt gekeken. Zelfs als je het beleidt aan je partner. Hij wil ook dat je iets doet aan de manier waarop je naar vrouwen of mannen kijkt. Hij wil ook dat je iets aan de morele onreinheid in je gedachtenwereld doet, aan je lust.
of aan andere niet-bijbelse wortels, zelfzuchtigheid of misschien in jouw geval minderwaardigheidsgevoelens, kan ook. Of de manier waarop je eigen naar je, op je, de manier waarop je naar je eigen vrouw kijkt. Begrijp me niet verkeerd, het is hartstikke goed als je zonde beleidt of als je spijt hebt, als je iets niet meer wil doen. Maar de Heilige Geest wil je een stukje wijsheid geven, waarmee je ook kunt zorgen dat die zonde niet gelijk weer terugkomt en jij je weer rot voelt dat je het weer gedaan hebt. De Heilige Geest wil je helpen om een schone tempel te worden. De Heilige Geest die neemt er geen genoegen mee als je een ruzie bijlegt omdat je er zelf ook last van hebt. Of puur omdat het moet. Hij wil ook dat je oprecht van die ander gaat houden. Hij wil niet alleen dat je iemand vergeeft. Hij wil ook dat je vervolgens niet nog steeds op die ander neerkijkt. Hij wil niet alleen dat je stopt met liegen. Hij wil ook dat je een liefde krijgt voor de waarheid. Niet alleen dat je stopt met klagen, maar dat je ook dankbaar wordt en tevreden. De Heilige Geest neemt er geen genoegen mee als je besluit, ik wil me minder zorgen maken. Als je niet tegelijkertijd ook besluit, ik wil meer vertrouwen op God. Want dat is vaak het onderliggende probleem, dat we niet vertrouwen op God. Daarom maken we ons zorgen. Misschien heb ik jouw specifieke struggle nu nog niet eens genoemd, maar mijn hoofdpunt mogen duidelijk zijn. De Heilige Geest, die wil niet alleen dat je werkt aan de zonde op zich, hij wil ook dat je jezelf onderzoekt, samen met hem, of er misschien ook andere zondes aan de grondslag liggen. Wortels van waaruit het steeds weer terug kan groeien. Hij wil ook dat je die vleeselijke mindset vervangt voor een geestelijke. Dat je gaat richten op wat boven is, in plaats van op je eigen behoeftes. Ja, de Heilige Geest gaat radicaal aan de slag. Als jij bidt voor vervulling van de Geest, gaat de Heilige Geest proberen om jou totaal te veranderen. En je zult je moeten overgeven, je zult moeten luisteren of de Heilige Geest je instructies geeft. Misschien door je geweten heen of op een andere manier. En de Heilige Geest zal zo proberen om je steeds meer te laten lijken op Jezus. En dan kan het nog steeds voorkomen dat er toch een zonde in je hart opkomt. Als ik kijk naar mijn eigen leven, gebeurt dat ook nog steeds. Maar als ik dat doorheb, dan beleid ik dat aan God of aan mijn vrouw. En dan vraag ik de Heilige Geest om opnieuw op die troon van mijn wil te gaan zitten. Dat is de derde stap. Jezelf overgeven, wat het ook kost. Dit zijn de drie stappen om gevuld te raken met de Heilige Geest. 1. Erken dat de Heilige Geest God is. 2. Vraag God om zijn geest aan jou te geven. En 3. Laat de Heilige Geest op de troon van je wil zitten. Geef jezelf over. En dan zal de Heilige Geest je vervullen. En dan zul je vrucht dragen. Liefde, blijdschap, vrede. Vriendelijkheid, geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Je zorgen zullen vervangen worden voor vertrouwen op God. Je jaloezie maakt plaats voor blij zijn voor de ander. Je ergernis vervangt voor geduld. Wordt vervangen door geduld. En ook je schaamte zal dan vervangen worden voor zelfbeheersing. Dan ben je een goede discipel van de Heere God. Waar zowel jij als de ander de vruchten van plukt. Daarmee wil ik de bal weer bij jullie neerleggen. Het is het einde van de prekenserie Discipelschap, jij en de ander. Wat ga jij hiermee doen? Luister straks naar het lied dat gezongen wordt. En naar het einde van de dienst. En dan wil ik je vragen om daarna met degene met wie je nu gekeken hebt, dit nog eens na te bespreken. Of als je alleen gekeken hebt, bel dan iemand op. Want als je vandaag niets mee doet, is de kans groot dat je morgen ook niets mee gaat doen. God zegen. Ja, sorry jongens, het is een nieuw nummer. Kan allemaal gebeuren. Nog een keer. Oh, echt? Nog een keer.
Laten we de tijd nemen om de Heilige Geest te zoeken, om hem uit te nodigen, om te verwachten. Van God, vul op nieuw mijn.
Ja, renew a right spirit within me. Wat een geweldig gebed. Wat een intensiteit zit daarin. En ik wens je dat ook toe, dat je dat ook in je eigen leven steeds meer mag gaan zien. Dankjewel, Simeon, voor de woorden die je gesproken hebt. We kunnen het ons ter harte gaan nemen en ermee aan de slag gaan. En als ik zo deze laatste preken ook beleef, dan denk ik van wauw, eigenlijk zou ik het hier wel wat vaker over willen hebben. Om met elkaar ons ook uit te strekken hierin. Dat is gewoon even een persoonlijke gedachte, dat is geen plan. Maar ja, dat ik voel dat dat wel eens goed zou kunnen zijn. Twee mededelingen nu en dan zo na de knip, zoals we dat noemen, nog een derde van persoonlijke aard. Die is alleen vandaag te beluisteren en niet op een later moment dat je deze video bekijkt. Het eerste is tienerleiding. De tienerleiding is op zoek naar aanvulling van hun team. Er zijn mensen die na vele jaren daarmee stoppen. En er is ook ruimte voor nieuwe mensen om dat te doen. Kijk alsjeblieft ook naar de mededeling die daarover gedaan is in de weekbrief voor de leden van de gemeente die ontvangen die. En neem dat ook serieus. Vraag ook God of dat wellicht iets voor jou is. Ga gerust vrijblijvend in gesprek met de huidige tienerleiding. Van harte aanbevolen. Het tweede is dat ik graag iets wil zeggen over het Joshua-project. Het Joshua-project, het project waar we mee bezig zijn als gemeente, om te onderzoeken of wij kunnen gaan verhuizen naar een nieuw, groter gebouw met meer mogelijkheden. Misschien heb je al gemerkt dat we dat regelmatig doen de laatste tijd. Maar om precies te zijn doen we dat om de twee weken, dat we daar iets over vertellen. En dat is geen trucje, maar dat is heel expres, omdat we jullie heel graag willen meenemen in ook de visie die we daarvoor hebben. Dat het niet zomaar een idee is van een klein clubje van deze gemeente, maar dat er een visie achter zit, omdat wij het waarom ook zien, waarom een nieuw gebouw zo geweldig zou kunnen zijn voor de groei van deze gemeente. En bij groei kan je denken aan aantallen, heel belangrijk, want wij zijn geroepen om discipelen te maken. Hè, de horizontale groei zal ik maar zeggen, sorry bloemen. Maar ook de verticale groei, dat wij mogen groeien in ons geloof. En één aspect wil ik er vandaag even uitlichten als we het hebben over het belang van het Joshua-project, het waarom. En één van die dingen dat is het lekker bij elkaar komen. Het gebouw waar we nu zitten zijn we heel blij mee en heel dankbaar om. Maar ik weet niet of je er bewust van bent dat in normale omstandigheden natuurlijk, we eigenlijk alleen op zondag hier lekker uit ons dak kunnen gaan en muziek kunnen maken met versterking erbij, met drum, met basgitaar. Ook het klappen veroorzaakt verrassend veel decibellen, waardoor we eigenlijk beperkt zijn door afspraken die we als goede buren hebben gemaakt met deze buurt. Komt het er eigenlijk op neer dat wij alleen op zondagochtend en op donderdagavond met het oefenen en een enkele uitzondering, bijvoorbeeld met een trouwerij of een enkele extra dienst, hier, lekker uit ons dak kunnen gaan en gewoon onszelf kunnen zijn. We zijn dus heel erg beperkt daarin. We hebben een tijdje dit gebouw ook uitverhuurd aan een andere kerk op zondagmiddag, maar dat moest ook gestopt worden omdat het ook te veel geluid gaf. Dat is een van de redenen waarom, denk ik, het heel belangrijk is om te onderzoeken. En we zijn al heel ver met onderzoeken, dus ik zal mijn terminologie iets veranderen. Daarom is het denk ik heel belangrijk om te gaan komen tot een nieuw gebouw op een plek waar we gewoon, wanneer we dat maar willen, diensten, bijeenkomsten kunnen houden. Praise and worship voor jonge mensen bijvoorbeeld. Een tweede dienst, een derde dienst, een vierde dienst door de week. Bedenk het allemaal, maar droom er maar van. Ik droomde heel veel van. En in dit gebouw voel ik me soms beknecht in mijn dromen. Er is zoveel mogelijk. Maar dat kan hier niet. Hoe heerlijk zal het zijn om straks een nieuw gebouw te hebben. En dat kunnen we alleen wanneer God het doet. En wij als metselaars die stenen gaan neerleggen. Niet letterlijk natuurlijk, maar wanneer wij met ons allen deze effort, dit project, willen steunen. En dat zal straks zijn door onze instemming en ook door eraan bij te dragen. Dat bedoel ik gewoon financieel. En laten we bovenal ervoor bidden dat Gods wil hierin mag gebeuren. Dat hierover. We gaan de dienst afsluiten met elkaar. Laten we God danken. En dan mag je ook de zegen van hem ontvangen. Zullen we bidden met elkaar?
Vader God, wij willen u zo danken voor de wonderlijke God die u bent. Eén God die wij aanbidden. En tegelijkertijd openbaart u zich aan ons in drie personen. U bent zo complex, Heer, het gaat ons verstand te boven. Ik ben vol ontzag voor wie u bent, Heer. U bent zo groot en zo machtig. En wat een wonder dat u door uw geest in ons wil wonen. Ik wil u daarvoor danken, Heer, dat uw geest in ons wil wonen. Dat uw geest in koning David wilde wonen. En als we kijken wat die man allemaal uitgehaald had. En toch wilde u met uw geest in hem blijven wonen. En weer herstellen en hem op zijn benen neerzetten. Dank u wel dat uw geest in ons woont. En dat u ons wilt vervullen. Heer, we strekken ons daarnaar uit. Help ons om ons leven eerst voldoende leeg te maken. Zodat er ruimte is voor uw geest. Om die ruimte op te vullen. Ga met ons, Heer, deze week ook weer. Als we het weer een week allemaal moeten volhouden. In deze tijd. Geef ons hoop. Geef ons liefde. Geef ons perspectief. Geef dat we oog hebben op elkaar als gemeenteleden en op de andere mensen van deze wereld om ons heen. Dat we niet bekend zullen staan als kortlontige mensen, maar als mensen waarbij die vrucht in het leven zo zichtbaar is. Heer, dat we zachtmoedig mogen zijn en nederig en geduldig en liefdevol mogen zijn naar de mensen om ons heen. Geen watjes die over ons laten lopen, Heer, maar mensen die sterk staan en tegelijkertijd ervoor kiezen om nederig te zijn. En lieve mensen, het woord van God zegt, de enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus onze Heer. Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in eeuwigheid. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.